koken, de kaap en Diederdijk. We koken de kaap en Diederdijk. 17e eeuws, koken met kaap en Diederdijk. Kaat en Liedewij. En we gaan 17e eeuws koken met Kaat en Liedewij. Vandaag maken we iets voor die stoere zeelui die vastzit op Nova Zembla. Ja, Barendszoon en Heemskerk en al die stoere, lekkere matrozen. En Duitse kroes. Oeh, Duitse kroes. Goed, wat eten we op Nova Zembla? Ja, er is niks. Er is geen groente, geen vlees, geen vis, geen gekke biologische winkeltjes, geen markt, geen supermarkt. Alles is op. Er is helemaal nikkes, nakkes, nada. Ja, alleen ijs, 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 ijs. Oeh, koud. Ja, je kunt een stukje hout nemen of een hapje touw. Maar is dat echt lekker? Nee. Dus, wat is het enige dat je kunt eten op Nova Zembla? IJsbeer! Oké, eerst moet je dus een ijsbeer vangen. Echt super moeilijk. En dan moet je hem villen en in gelijke stukken hakken. En dan trek je er een lekkere ijsbeersoep van? Ja, en van zijn vlees maak je een lekkere... ijsbeerhamburger. Oh, en een stoetje van ijsbeer. Ijsbeerijs. Nou, dan hou je het zo een jaar vol hoor, dat bevroren huis. Hè? Het bevroren huis? Het is het behouden huis, niet het bevroren huis. Ik dacht altijd het bevroren huis. Oké, Kaat, dat is dus een fout. Goed, dat eet je dus op Nova Zembla. En als er geen ijsbeer is... Dan eet je er gewoon elkaar op. Mensenvlees, gezond en herkenbaar. Oeh, zal ik jou eens lekker opeten, Kaat?